Multimodaliteit is het modewoord. Zien jullie dat bij KBC Autolease anders? Nee, wij denken er eigenlijk ook zo over. Je zou kunnen zeggen, wij vertrekken vanuit een ambitie. Zeg, kijk, mobiliteitsbudget voor iedereen. Om twee redenen eigenlijk. Je kan zeggen, kijk, elke werknemer moet zich verplaatsen. Van en naar het werk, ook al werken we af en toe thuis. Anderzijds, voor het werk kan je ook verplaatsingen doen. Ten tweede, Europa heeft ook een belofte naar vergroening. Dus ze willen in 2035 klimaatneutraal zijn. En ook daar zie ik dan vanuit de mobiliteit wel mogelijkheden om dat te gaan faciliteren. Is het dan zo dat de auto niet langer de kern is, het belangrijkste is van jullie strategie? Dat klopt. Anderzijds willen wij de auto niet per se weg. Maar wie auto zegt, zegt voor ons een stuk meegroeien met de markt, zonder de markt te gaan outperformen. Anderzijds is het voor ons ook heel belangrijk om die transitie te gaan begeleiden. Die transitie naar elektrisch rijden. Want elektrisch rijden is meer dan enkel type aandrijving veranderen. We gaan zeggen, we gaan thuisladen stimuleren. Maar wie thuisladen zegt, zegt ook capaciteitstarief dat er aankomt. We moeten daar niet gaan uitvergroten, dat capaciteitstarief. Maar je moet wel mensen daar een stuk gaan in informeren. En hoe belangrijk zijn tweewielers binnen jullie strategie? Tweewielers, kijk, ik vind dat een prachtig HR-instrument. Als ik even terug naar de auto ga, de auto is altijd voor een heel select publiek, select aantal werknemers. Voor fiets, dat mag je aan iedereen aanbieden. Dus ik vind dat fantastisch. En uiteindelijk, uit studies is gebleken dat in België 50% van de werknemers binnen een straal van 15 kilometer woont. Dus je zou kunnen zeggen, ja, de fiets is daar perfect vervoersmiddel. Denk al aan de gezondheid. Ja, en dan het gebruik voor die bedrijfswagens, hè? Het gebruik van dat delen daarvan, zowel voor auto als fiets, is niet altijd even simpel voor die bedrijven. Hoe zien jullie die markt groeien? Wel, voor ons is dat een derde pijler, hè? Dat is een sluitstuk. Dat is vooral de deelmobiliteit die gefaciliteerd wordt vanuit een app, hè? Olympus bij ons, hè? Waar ook openbaar vervoer in kan genomen worden. Het is niet evident, zoals u zegt, omdat in bepaalde steden, als we naar de fiets kijken, in bepaalde steden zoals Brussel, zijn de fietspaden nog niet optimaal. En daar merken we dat de werknemers eerder grijpen naar dan openbaar vervoer en deelmobiliteit, zoals steps of deelwagens. Voor ons, de derde pijler, het sluitstuk, want wij zeggen eerst, kijk, de auto, de fiets en Olympus kan perfect naast elkaar bestaan. Vanuit het mobiliteitsbudget, laat het nu een wettelijk mobiliteitsbudget zijn of nog een stuk vanuit een cafetariaplan, voor ons kan beide.